Afsteekbeitels zijn er in verschillende vormen. Sommige hebben één vouw en andere hebben twee vouwen. Deze beitel heeft twee vouwen. De afsteekbeitel wordt gebruikt om maten in te steken in het werkstuk of om een werkstuk af te steken. Deze heeft een verdikking in het midden, de diamantvorm. De vouw mag niet op de beitelsteun liggen. De beitel gaat meestal recht het hout in en hoeft niet per se te snijden. Hier gaat de beitel duidelijk schrapend het hout in. De inkeping in het hout wordt iets breder gemaakt dan de beitel is. Anders kunnen hout en beitel te heet worden door wrijvingswarmte. Afsteekbeitels worden vaak gebruikt om maten in het hout te steken, met behulp van een krompasser. De beitel gaat het hout in en met de krompasser wordt de diepte bepaald. De beitel wordt ook vaak gebruikt om een opname voor een vierklauw aan het hout te maken. Om een stuk hout in tweeën te delen, ga je als volgt te werk. Als het hout tussen de centers zit, is het niet verstandig om het helemaal met de beitel in tweeën te delen. Beter is het om het laatste stukje met stilstaande bank te zagen. Dat voorkomt dat het hout gaat klemmen en uit de draaibank vliegt. Als het hout aan één kant in een vierklauw zit, is dat klemgevaar er niet en hoeft er dus geen zaag gebruikt te worden. Het hout kan dan worden afgestoken. Hier gaat de beitel bovendien een beetje schuin het hout in, zodat het deel dat afgestoken wordt een holle onderkant heeft. Het slijpen van de afsteekbeitel is makkelijk. Gebruik de vlakke plaat van je slijpmachine om de juiste hoek in te stellen of, zoals hier, hetzelfde hulpstuk om je afroerguts mee te slijpen. Maak eventueel met een merkstift de vouw zwart, zodat je goed kan zien of de hele vouw geslepen is. Het slijpen is op deze manier snel gebeurd. Je staat zo weer aan de draaibank.